Friesland. Noorderwien live. Met Willem de Vries. Alle dagen bij Omroep Friesland. Goedemiddag en welkom bij Noorderwien live. Rond jouw roeren ben we er bij dit muzikale dwarsplein van Friesland. Wat zes te waren, dwarkens zes staren, zo wat te nemen. En we hebben de studio vol. En dat is een understatement van deze middag. Want wij gaan nogal wat gasten uit nodigen. Alleen een beetje mee het eigen op de kriest. Want ja, je zoon dat haast net is dat je nou beeld moet binnen. Maar we zitten echt wat in die kriestdagen om te wringen. Vandaar een heel zweervol uitsturing. In ieder geval, dat verwacht je. We onderhoren met het Friesk Harmonie Orkest. Maar we hebben nog een multicultureel koor in hoes. All for One. We krijgen gedichten van Maurice Hermans. En we krijgen straks ook nog een optreden van Blue June. En naast me op de Gouden Bank zit een man die het muzikaal in ieder geval Juurt begint. En dat is Sido Martens. Van de week had hij zijn cd en elk boekwerk presenteerd. Onder de titel, en dit is altijd leuk voor radiopresentatoren, Rhododendron Gloria. Zit ik het zo goed, Sido? Heel mooi, heel mooi. Dubbele woordwaarde. Ja. Hij is van de morgen even spelen bij Sirius Record in Poporium Romein. Hoe wie dat? Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Ik moest invallen hier, wie in oor zijn, maar ja, weer leuk, maar wel even hectisch. Gast, wat mij dat request verhaal hier in Leeuwarden? Ja, ik heb het idee dat we wel wat hyped het al hier, maar ja, het is van een goed doel. Hè. Dan maai alles. Okay. Hij is een prachtig album uitgebracht en daar praten we straks nog even over. Voor de meesten die dit nou op dit stuit via televisie en internet en dus beeld volg je. Ik let het even zien, het is een heel mooi boekwerkje. We willen straks praten, maar eerst maar even spelen, toch? Ja. Welk nummer is het van? Zeezeer heet dat. Live in Noorderwien, Sido Martens. Deze uren kromt de zee haar rug, bereidt de storm, de vloed. Tussen brekers flarden vlokken schuim, verliest ze alle moed. Nu ze wijdbeens in de golven staat, en haar kreet smoort in de wind. Want vannacht verdronk haar lieveling het lichaam dat ze vindt. Knielt ze bij zijn lijf, zo koud en bleek, en streelt zijn zoute huid. Pakt zijn hand en laat die niet meer los, als weer de stormklok luidt. En de stroming in beweging en wegtrekt van de kust. Wijkt het zand en liuwt de wind, en vindt een liefde rust. Sido Martens, als je zult er nog een paar noemers doen van zijn nieuwe album, zo neem ik het maar even, Rhododendron Gloria. Goh, dat komt in één keer uit mijn moeder, dat is altijd geweldig. Ik pak van het ene boek horen eigenlijk even en begin even met een tekst. Let op, zelfkennis, je hoeft me niets te zeggen. Ik weet dat ik geen schrijver ben, geen columnist, poëet en ook geen groot artiest, maar schrijven doe ik net zo graag als iemand die graag denkt van wandelen houdt in de open lucht of het lekker vriest. Maurice Hermans,
Het is een klein deel van de achterflap van uw versjes- en gedichtenbundel Dichter bij Liefde. Het is de eerste gedichtenbundel die u heeft geschreven. Ja, maar u zegt u? Dat vind ik een beetje te veel van het goede. Oh. Maar ik ben zo keurig opgevoed. Ja, ik ook. Ik ook heel keurig. Maar ik zeg nog altijd je en jij. Dat vind ik veel gezelliger. Leuk dat je er bent. En heel lang geleden heb jij vanwege je vader, je beroemde vader, ja, Toon Hermans, al een boek uitgebracht. Maar dit is het eerste gedichtenbundel wat je hebt geschreven. Ja, ik ben 2,5 jaar geleden begonnen met schrijven. En ik ben een theaterprogramma aan het schrijven, wat in september volgend jaar moet gaan draaien in het land. En door dat schrijven ben ik opeens bij de, ja, poëzie zal ik het niet noemen, maar gewoon versjes en kleine gedichtjes maken. Een beetje in de geest van Toon, zelf. Die heeft 34 van die boekjes gemaakt. En dit is mijn eerste, dus ik heb nog wel wat te gaan. Maar ik vind het ontzettend leuk en het geeft me zo ontzettend veel plezier. En het maakt me zo gelukkig soms. Dat, ik ga maar even door. Waarom zo lang gewacht? Ja, dat heeft een beetje te maken met zijn overlijden natuurlijk. Hè. Wij beheren zijn culturele erfgoed al 13 jaar lang. Hij is nu bijna 14 jaar dood. En dan merk je na zoveel jaar dat er een soort heimwee komt naar zijn humor, naar zijn liedjes, naar zijn gedachtegoed. En nu durf ik dat pas. Ik heb dat 10 jaar lang niet gedurfd. Want ik denk toch van dat mensen dan denken van nou, dat doet zijn vader toch beter. En het is ook zo, die doet dat ook veel beter. Maar nu kom ik uit mijn ei. Goed zo. En brengt het jou in Leeuwarden in de Noorderwien-studio. En daar ben ik ontzettend blij mee. Straks praten we nog wel even over... Oh, je wilde nog wat zeggen? Nee, ik ook. Dat ik echt blij ben dat ik hier mag zijn. Want het is de eerste keer dat ik in het noorden van het land kom. Nou, we hebben wat mensen voor je meegenomen. Een mooi orkest, een koor, een sido, speciaal. Allemaal voor jou. Straks praten we nog wel even verder natuurlijk over dit boekje. Maar ik wou je toch vragen om, en dat doen we in de loop van de uitzending, een aantal van die, ja, moet ik het zeggen, versjes, gedichten. Ja, nou, het zijn, je mag het noemen zoals je het wil. Ik schrijf achterop en of het rijmt of anders klinkt, dat kan me niet veel schelen. Want geen enkele vreemde vogel zingt ooit de taal van mensen die deze wereld met ons delen. Dus dat is eigenlijk mijn uitgangspunt. Dus ik ben geen literair hoogstaand persoon en ik wil eigenlijk zeggen wat mijn hart me ingeeft. Mogen we één zo'n gedachtenkronkel van jou horen? Mag ik er twee doen? Ik wil namelijk beginnen met de titel van mijn boek. Dat heet Dichter bij Liefde. Ja? En daarna wil ik iets over Friesland doen. Het is de liefde waar ik over schrijf. Zonder liefde heeft het allemaal geen zin. De liefde raakt me heel diep in mijn lijf. Want de liefde is het einde en ook een nieuw begin. De liefde doet de vogels zingen. Ze zingen iedere dag hun liefdeslied. De liefde doet de wolken swingen. Ook zij kunnen zingen van liefde of verdriet. En ook de woeste zee kan liefde geven, wanneer haar stormkracht tot bedaren komt. Als haar wilde golven hun kracht prijsgeven en op het stille strand het geluid verstomt. Dan hou ik opnieuw van jou, Marie. Ik wil een dichter voor je zijn. De liefde is mijn lied. Jij mag het zeggen, lieve schat, hoe je mij het liefste ziet. Fantastisch. Applaus van Maurice Hermans, ja. Weet je wat een cliffhanger is? Een cliffhanger? Ja. Nou, iemand die aan een rots had, lijkt mij. Dat we gaan afwachten wat jij straks over Friesland hebt te spreken. Okay, komen we straks weer bij terug. Oké. Maurice Hermans. Goed. Ik zie je een dirigent van een prachtig orkest, Jurrit Frieslandwij. En dat prachtige orkest, dat stiep op de nominatie om te verdwijnen. En dat die je thuis houdt, u zo'n beetje zeer. En je hem nog volle meer. Dat die u is verrekte zeer. Ja, want we hebben prachtige cultuur in Friesland, maar met name de Havre Bra. En nou, net heel soort harmonieorkesten. En hier hebben we een heel mooi orkest. Daar gaan we de laatste jaren heel hard aan werken en prachtige dingen doen. Dus we vinden het zonde om daarmee te stoppen. En we zorgen er in elk geval voor dat het er ook in kan. Ja. Daar ben wij, net Linne hier, maar een heel soort mensen in de provincie, gelukkig en heel blij mee. Je mag in plaats van het Friesk Jeugdharmonieorkest het Friesk Harmonieorkest van maken. Dat is de nieuwe naam, hè? Ja, dat klopt, want wij denken dat wij nog wel wat trokgroeien kennen. Maar er zit zo'n prachtige groep nou. En ja, als we een deadline stellen of een maximale leeftijd, ja, dan moet er ik een peer ophouden. En dat woont ze even net. En ook ben we in deze zin ik een beetje vrij om dat te bepalen. Dus we hadden wat breder trokken en iedereen mag nou bluwen. Breng u zien de Christen weer, zoek ze. Want daarvoor hebben we je natuurlijk ook uitnodigen. Geweldig dat het orkest er is. We gaan al je spelen. Hoe heet het eerste nummer wat je hem doet aan? Winter Wonderland. Friesk Harmonie Orkest, live in Noorderwien.
Frisk Harmonieorkest, jawel, in volle glorie hier in de studio. En ze blijven nog de hele Mickey te gast. Maar we zijn er nog net, van de ene dirigent ging naar de oren. Ja, het is de Mickey van de dirigenten een beetje. Maar nog net zo lang alleen wie in het Basile Maneka Lucardi. Die staat ergens verderop in de studio. Dus die keek, dag Basile, oh, ja, je mag even zwaaien. En Wilco Kloosterman op het idee om een multicultureel koor te beginnen. Wanneer weer dat eigenlijk? Januari 2011 ben Basile en ik de jaar starten met dit koor. Ja.
En inmiddels uitgroeid, ik loop tot in totaal 60 leden of zo. Als we helemaal compleet binnen, dan zitten we inderdaad op zo'n 60 leden. Ja, klopt. Ja. Wat is je repertoire? Je begint van mij hier optreden, dus de jerven wel even, maar van alles wat? Van alles wat, en we hebben wel speciaal van de media echt een paar dingen uitzocht die dus echt goed lezen. En dat zijn echt Afrikaanse gospel songs. Ja. Zo heel lang wachtje, zullen we maar lekker losgaan? Zullen we dat wel? Of was het koor nog even voorstellen? Ja, van one, en Basiel Meneken natuurlijk, hem hier achterhoorn. Ja. Oké, okay, hartstikke mooi. En de hele band natuurlijk, hoe heet het eerst, noemen we het je hem dan? Xiange Fufu, een compositie van Basiel. Oké, okay, had je nog een speciaal plakjes dirigent bij Stemmers? Ja, ja, ja. Nou, Wilco Rint, even als je hem plakt daar, maar dan kun je er echt de goede omwissingen aan. Ik ben ontzettend blij dat ze er binnen en altijd nou aan ze net begint te snijden. En Christ wordt, dat kan ik me haast net voorstellen. Goed, ik stel je hem voor, on het koor, hier uit Leeuwarden, All for One! Xiange
dan ook hier. Wolen dood joh. Baba bosso. Bekuna. Wauw. En het koor uit Ljouwdwij. Het koor, multiculturele koor. Alphawam. Asis, dus nog volle meer noemers. Maar ik ging eerst even naar de tafel hier. En er zijn drie jonge mensen. Die gaan alles te krijgen met de recordpoging die op dit stuit nog altijd dwaande is. En hopelijk pas morgen Jonne dat ze in komt in Poppodium Romein. Begon al hier in Asterix. Sanne, Amarins en Jort, hoe is het op dit stuit? Rint de recordpoging nog? Mag ik eerst even vragen? Ja, hij loopt nog steeds. En het gaat hartstikke goed. Dus we zijn er bijna 100% zeker van dat we het morgen absoluut gaan halen. Ja, net dus zelfvertrouwen krijgen. Maar je weet maar nooit natuurlijk. Hè? Nee. Het kan echt op het allerkleinste detail kan het fout gaan. Er zitten zoveel. Er zijn zoveel dingen die mis kunnen gaan. En dat is gewoon het gevaar bij zo'n recordpoging. Dus. Hoeveel uren zit je hem nou intussen? Ongeveer ergens boven de 300 of net, Jord? Ja, we zitten op 333 uren bijna. Ja. Dus dan is het nog 30 uren te gaan. Ik weet dus toevallig de planning voor de vrijwilligers dorst. Rennen ze op een laatste tosk en de laatste tien en op een toskvleister dan mooi nemen of net? Ja, we hebben een redelijk soort ziekmeldingen. Dus we zijn al extra meesten aan het inplannen voor het geval dat. Maar de meesten die zetten zich zo'n soort in. We hebben ze echt heel erg dankbaar. Echt. Het is een slitageslag, hè? Ja, meesten beginnen in te kakken ze weer wurg. Omdat ze saffelen aan het werk binnen. Ja. Maar ja. Het rint nog. Meestal niet in één nacht. Dus, Serious Talent, wie is er van 3FM onder de beurt? Hoe wie die, Janne? Wie een te gekke Jonne. En prutte publieke belangstelling. Dus wie nu heel blij mee. Want dat had ik weer te krijgen met alle inkomsten die wij genereren van Serious Request. Daar gaat het uiteindelijk om. En er zijn goede optredens van onder andere Mr. Mississippi en nog een reeks van acts. Ik kan ze net al hier nemen. Maar wie een te gekke Jonne. Sido Martens, die hoort toch even nu van, die spelletje Joerbus. Dus iedereen dot mij, hè? Inderdaad, van de Friese troubadours als Pieter Welkens en Sido Martens, dot Mississippi, toch een van de grote namen op dit staat in wat in alternatieve wereld in Nederland. Had het je hem verbaasd dat al die artiesten en muzikanten mij er maar wonen? In zekere zin ben ik persoonlijk heel erg verbaasd dat er zoveel muzikanten überhaupt zijn in Friesland en omstreken. Ja, waar komen ze wij al hier? Ja, waar komen ze vandaan? Echt uit alle hoeken. Ja, zo, jij bent een hok vol hier. Ja, zoals je ziet inderdaad. Ik vind het gewoon fantastisch. Je merkt gewoon dat het in Friesland heel erg leeft en dat het ook een soort verbintenis is onderling. Gewoon echt die muziek die elkaar verbindt met z'n allen. Dat vind ik heel erg mooi om te zien, ja. Van tevoren maakt hij een vaststelling ervoor, Amarins. Is het uitkomen of wie het nog volle grutter of intenser als tocht hier? Het is volle grutter en intenser dan dat wie tocht hier. Ja, het is iedereen dacht van nou doe je wel even. Maar het is echt een hele happening. Saffelen werk, dus ja. Goed, die ene hoort een sliepeloze nacht ervoor. Doe maar studiepunten. Hè? Ik begreep, en ik zeg een prachtig interview trouwens met die bij 3FM op televisie. En dat wist ik niet, maar dit is ook nog voor de studie, voor de opleiding? Ja, dit is mijn afstudeerproject. Ja, je had er minder. Ja, zeker. Ik heb wel het project. Dit niet zien je wordt. Nou, dan weet ik het ook niet meer inderdaad. Nee, ja. Ja, het is begin juli kwam een leraar van mij met het idee. En die zei, wat zou je ervan vinden als dit jouw afstudeerproject zou worden? Ja. Nou, in eerste instantie heb ik gezegd, ik wil er even over nadenken. Want het is wel echt een gekke huis. Ja. Dat had ik van tevoren al bedacht. Maar daarna dacht ik, wat is er nou mooier om met zo'n project af te studeren? Wie kan dat nou zeggen? Ik bedoel, het is een once in a lifetime kans. Dus ik heb hem gegrepen. Ja, en ik kijk van genoten. Want ik ga juist de meiden in de dag daarvoor ik met Noorwegen, maar daarvoor ik een paar dagen. De saamhorigheid, meerskip harvest zien worden hoe het nou alle jonge mensen werken melk ook weer s'nachts. Totdat ze inderdaad omvallen, letterlijk en figuurlijk. De komende uren, de komende dagen, tot morgen, Jan. En Jochen Oer is officieel het record verbeteren en dan ga je hem nog tot de tol voeren, Jort. Hè? Ja, in 1 minuut doen Jochen en hebben we het record eigenlijk verbrutsen. En dan, maar we wat goed verbreken. Dus gaan we nog 3 uren terug en dan is het 12 uur s'nachts en dan gaan we een feestje bouwen. Ja. Zit er al je nog op stapel? Nou, het programma is heel lastig, maar we hebben natuurlijk de Friese Poppen Awards. En morgen hebben we onder andere nog Stevie N op de midden. En Jaco Gardner, jongens. Oh. Dus, voor de fijnproevers? Voor de fijnproevers, ja. Daar ben je even terug in, maar het is een populaire act.
En dan hebben wij om alwoeren gratis intree, want dan komen ze stadig zo naar het aftelmoment. En dan tolwoeren, dan gaat de champagne. Ja. Alle vrijwilligers erbij, maar is het dakje het rol, man. Ken je dat hoor? Ja, zeker. Net hier met ziek, hè? Nee, we hopen dat iedereen natuurlijk even zin komt. Want we willen iedereen echt persoonlijk even bedanken. Zo van, echt heel fijn dat je hem helpt. Okay. Sanne, had die begeleide onderwijzer van dat project, die onder het zien worden, op maar even zijn naam aan. Maar we even met hem praten. Dan ga je er achteraan. Dus ik ga haar kitten erin. Ja, nee, is goed. Het zien. Wij blijven het volgen. Dit zit in ieder geval op stap. Ben er nog bijzonderheden die nog even vertellen willen over de recordpoging? Nou, al je komen nog. De verhalen komen natuurlijk letten, maar we zitten nu meer niet. Maar ja, er gebeurt van alles. Maar het is gewoon mooi te zien dat alle mensen er aan mij werken. Dat moet ik nog even benadrukken. En ook de partijen Romein, Asterix en D-Drive natuurlijk van het Friesland College. Dus dat is geweldig wat we met z'n allen in deel zetten. Inclusief alle vrijwilligers. Succes nog even. Leuk dat we er weer in. Even daar uit Poppoorn in Romein naar de studio komen wonen. Ga overom. Wij treffen je hem jong weer. Dan ben ik er weer bij met het feest. Bierke erbij. En dan morgen gaat het dak er al. Dankjewel. Succes. Ja. Dankjewel. Oké, goed. Het verhaal van Serious Record. Kist trouwens ook nog op internet, zie ik je, hoe viert ze daar binnen. Leven terug in, mij het Harmonie Orkest, want ik ben wel wat touwen en noemer thuis. Ja, om nog een beetje extra in de crisisfeer te komen, nou, dan doen we echt een klassieker, White Christmas. Live in Noorderwien. Thank you.
Frisk Harmonie Orkest. Ja, we zijn helemaal in de sfeer, Thijs. Dankjewel. Het is niet om. We hier jouw nep snier gaan hè? Ja, eindelijk wel. Ja, en de temperatuur is ik nog net helemaal. Ken nog wat winterser, ja. Dat denk ik. Begint je aardig op te rinnen. Goed, straks om trui horen mij en met Nijs even de frisse neus, Helly. Goed, dat komt straks al hier. We gaan straks terug met het Core All for One. Die installeren hun op dit stuit leven. Ik ben eerst Wenne Maurice Hermans. Ik word er wel witte dat gedicht over Friesland. Vertel. Ja, het is niet in het Fries. Mag ook in het Nederlands. Ja. Fries ken ik niet. Dus het heet Lentebegin. Het is ijskoud buiten. De ijsbloemen staan op mijn autoruit. Ik wandel nu in Friesland. In een schuchter zonnetje en kijk mijn ogen uit. Naar alles wat ik tegenkom. Sta ik verwonderd te turen en te staren. Mijn God, hoe moet ik al die mooierheid in mijn hersens gaan bewaren? Ik zie hoe kleine sneeuwklokjes moeizaam hun belletjes laten rinkelen. Ik zie een oude koe die de winter goed heeft overleefd. Ik zie hoe een pasgeboren geitje wat moeilijk op zijn pootjes staat te hinkelen. En ik zie een boerenzoon die zich op veel te dun en te glad ijs begeeft. Ik rijd verder in mijn zescilinderblik weer terug naar huis, naar haar. Onderweg denk ik aan Friesland en aan het eerste kiwis-eitje van dit jaar. Ontzettend dankbaar voor al dit moois sta ik eerbiedig en heel bewust een kruis. En zachtjes mijmer ik voor me uit. Vanavond lekker voetballen op de buis. Maurice Hermans, prachtig. Straks meer. Uitzien prachtig mooie. En ik eerste bundel, Sarah trouwens. Dichterbij liefde glit hem nog even zien. Voor de mensen die dit via televisie en internet volgen. Ken ik nee, Wilco, Wilco. Zoest u dat koor nog eens Safir krijgen kennen? Ja, wist. Welk nummer game doen? Een traditionele gospelsong uit Congo. En dat heet Na Maboko Nayo. Live in Orwin! Na koti kami kumbananga Na mabuko nayo Na kopesa mi kumbananga Na mabuko nayo Oh yes, oh Na mabuko nayo Na koti kami kumbananga Bomo inangai, mikolo nyoso, tango nyoso. Mana na sombe ya kumama. Onkolo Yesu ye mokonzi, ye mosungi na bomo inangai. Mikolo nyoso, tango nyoso. Mana na sombe ya kumama. Ona kotika mikumba nangai. Bomo inangai, mikolo nyoso, tango nyoso. Mana na sombe ya kumama. Onkolo Yesu ye mosungi, ye mokonzi na bomo inangai, mikolo nyoso, tango nyoso. Oh,
All for One, het multiculturele koor. Straks Netrijen, Jerwe ze wet trouwens. En daar ben ik heel blij mee dat ze er binnen. Toch een mooie Christus-touring, mooie mix van wereldmuziek. En in dit geval ook nog een prachtig orkest. Dat bijna stop je zo, hè? Ja, inderdaad. Hoe is het? Marit Agricola. Oké. Okay. En als je wat zwaar gemaakt, hoe het voorbestaan van dit orkest of net? Nou, eigenlijk wel. Ja. En goed knokt dus, hè, met je bluwe. Ja, gelukkig wel. Hoe lang is het erbij trouwens? Nou, ik was krek 14 toen ik erbij kwam en nu ben ik 21. Dus zo'n eer. Echt vergroeid met het orkest is. Nou, eigenlijk wel. Ik weet eigenlijk net hoe dat zonder me. Ja, wat spelen ze trouwens? Laat even zien als het was. Nou, ik speel een klarinet. Ah. Ik al vanaf het begin trouwens? Of is dat een... Ja, ik speel sinds mijn zoon de klarinet. En waar in Bofrouw? Hoi. Hoi. Hoe is het hoe? Doutzen. En hoe lang zit u al bij het orkest? Nou, ik zit ook al zo'n size hier bij het orkest. Ja. Dus, ik kom helemaal vertrouwd aan mij. Is het een beetje een freune orkest, wordt het niet tussen? Ja, zeker. Ik heb een soort meesten je leren kennen. Een soort vriendschap opbouwt. Lief en leed mij ook delen. Zeker. En ik hoop opgelucht dat het nou bestaan bloed dus. Ja, zeker. Ja. Het is wel heel leuk. Die zonde west, hè, dat dit voor het ging zo. Inderdaad. Heel goed voorstellen. Goed, ik ga hier nog even naar de... Hoe is het met de dames? Een beetje gezellige vrouw, lieve meneer. Ja, is altijd zo. Hoe is het? Nico. Oké, ja? Ja. Kwebbelen ze het bord of net? Dat hangt er vanaf in welke, de hoedanigheid je ze aantreft. Ja, ja. Meestal wel. Maar even de temperatuur meer. Oh, het is vandaag zo'n dag. Ja. Ja. Hoe lang zit het er al bij? Een jaar of 3, 4. Ja. Ja. En ook altijd met de klarinet? Of? Ook altijd met de klarinet, ja. Goed, hartstikke mooi duim er binnen. Ik ren even naar Didierik, Thijs Oud. We krijgen iets van orkest, maar ik maak een solo ook. Ja, het harmonieorkest had een heel soort verskate blaasinstrumenten. En een van de bijzondere instrumenten die in het orkest zit, is de hobo. En ik een moeilijk bespeelbaar instrument. En we gaan muzikanten in het orkest die dat heel prachtig spelen kennen. En ik nog een heel mooi stuk. Het heet ik Gabriel Sobo, het is van Ennio Morricone. En Marieke Stens, die speelt dat instrument... heel erg mooi vinden wij. Ja, Marieke, ik neem de Marieke daar heel snel even. Spelen ze hem vaak, deze solo? Nou ja, wel een aantal keer gedaan, ja. Okay, ja. En dan ben je dan nog een beetje de lady van het orkest van hey, hallo, ik ga een solo of net? Nou, zo gedraag ik me hopelijk niet. Ja. Ik kom uit de voetbalwereld, dan ben je een mannetje, hè? Nee, ik vind het gewoon leuk om te doen. En nou ja, als iemand anders het speelt, is het ook net zo leuk eigenlijk om mee te spelen. Dus, Wat al zijn we het? Hobo is hartstikke moeilijk. Zet we maar gewoon los. We krijgen de solo en orkest hier live in Noordwijn. Thank you.
Wauw, ja, applaus. Ja, absoluut, absoluut. Voor Friesk Harmonie Orkest. Die wie mooi, hè? Jawel. Ik droomde helemaal voort. Nou, ik zat al je filmbeelden bij in uw Morricone. Is het lekker? Is het technisch moeilijk of valt het totaal? Blaastechnisch wel, ja. Vooral. Ja, dat is de moeilijkheid van het instrument, zeg maar. Klonk fantastisch, dankjewel. Ja, dankjewel. Straks de trein meer van het Friesk Harmonie Orkest. Ik hier nog een keer naar Maurice Hermans. Ik in dit hoor, want hij bloeit nog lekker tot jouw roeren. Heb je nog een gedicht voor ons? Ik heb nog een heel kleintje voor je. Bedroefd hart. Wanneer er iets van binnen fout zit, dan word je lusteloos en moe. En of je met je kont in het goud zit, dat doet er dan geen moer meer toe. Als het hart bedroefd is, is het echt bedroefd. Het leven doet ons wel eens erge pijn. Zo is het goed, want een hart dat hoeft niet altijd vrolijk of opgewekt te zijn. Prachtig. Maurice Hermans, alweer waarom te lezen in Dichter bij Liefde. Sien Bundel, de eerste echte gedichtenbundel die de Skreun had. Straks naar trein geven we hem het terug. Dus ik mij het orkest, het Friesk Harmonie Orkest. Jawel, Alphawan, het koor hier. Sido Martens wil nog een paar noemen spelen. En we verwachten ook nog Blue June, Pien, een van de betere singer-songwriters qua dames dan in Friesland. En dat wordt een volle show. Blue lekker hing in televisie, radio of internet. Al hier te volgen, dus deze aflevering van Noorderwien Live. Graag om dames.